Welkom bij een nieuwe aflevering van Stappen met Kar. In Stappen met Kar ga ik een rondje wandelen met mensen die mij inspireren in mijn weg naar de kamer. Vandaag spreek ik met Milou Delen, schrijfster van het boek Krabben. We gaan het hebben over feminisme, over vrouwen in de politiek en over seksualiteit. Stappen met Kar. Superleuk dat je met mij wil praten over onder andere jouw boek, Krabben. Ik kende jou vanuit eigenlijk toen ik zelf studeerde en jij viral ging met je filmpje over slutshaming. Ik vond het echt een verademing, maar ik schrok tegelijkertijd ook wel van alle weerstand die daar eigenlijk op ontstond. Ja. En ik kan me voorstellen dat het voor jou net zo is geweest. En ik vroeg me af of je dat op een manier had kunnen voorspeld, zeg maar, dat het zo'n groot ding zou worden. Ja, nee. Ik had het echt niet. Het ging echt tegen al mijn verwachtingen in. Ik zette gewoon een filmpje op Facebook. Ja, ik had een paar honderd vrienden. Dus ik dacht gewoon, leuk. Ik dacht dat vooral hoe vet als 200 mensen het zouden liken. Oh, ja. Dat leek me helemaal te gek. Dat was ook te gek geweest, maar het pakte gewoon heel anders uit. Ja. En zeg maar, dat was natuurlijk echt best wel een hele stoere act. Nou, dankjewel. Waar haalde je zeg maar dat vandaan om dat zo erin te smijten? Ja, ik denk dat het me dus zo hoog zat, dat seksisme en dat slutshaming, wat dus de aanleiding was. Want toen dacht ik, ik kon niet meer. Ik dacht gewoon, het is nu klaar hiermee. En daarvoor had ik wel langer gedacht, moet ik een keer iets doen, maar wist ik niet zo goed wat. En durfde ik het misschien nog niet, dat weet ik niet. Maar op dat moment dacht ik gewoon, er moet nu iets gebeuren. Ik ben er nu klaar mee en ik ga nu voor mezelf opkomen. Yeah. Dus ik denk dat, het is wel, mensen zeggen wat stoer van je. Ja, achteraf gezien denk ik, best wel stoer. Maar op dat moment was het gewoon de enige mogelijkheid, de enige optie die ik had. In jouw boek zeg je eigenlijk best wel vaak, hè, je hebt gewoon best wel schijt. Tja, als jij zin hebt om in je blote borst te dansen, dan doe je dat. Ik kan me niet eens indenken dat ik dat zou durven doen, zeg maar. Is dat voor jou een stappenplan geweest? Of was het... Nee, maar zou je het willen? Volgens mij is... Ja, het lijkt me echt het afschuwelijkste wat ik nou ja, maar dan hoeft halen. Kijk, het hoeft niet, maar maar dat vrije gevoel zou ik wel willen. Ja, precies. En vrijheid is natuurlijk voor veel mensen iets anders. Maar een stappenplan dat ik in mijn blote borsten ging dansen of dat ik... Ja, dit is zo vrij. Nou, nee, geen stappenplan. Nee, ik denk wel heel erg aard van het beestje. Ja. Dat ik denk dat ik ook heel erg zo ben. En ik denk ook de opvoeding van mijn ouders. Dat ik met echt ook een vrije seksuele moraal, maar sowieso met best wel veel vrije regels ben opgevoed of zo. En ik erger me blijkbaar dus als ik niet mag en dat ik zie dat andere mensen het wel mogen of dat bijvoorbeeld mannen het mogen en ik niet. Ik schop daar gewoon tegenaan, ik ben het daar niet mee eens. Yeah. Dus, maar bijvoorbeeld als ik in mijn blote borsten sta dansen, dan is dat gewoon omdat ik plezier maak. Yeah. Dat is niet wat ik denk. Nee, natuurlijk de onderliggende gedachte op mensen soms wel, maar ik denk dat jij doelt in het boek dat ik op de Pride in mijn blote borsten dansen. Ik denk dan echt niet over, ik ga dit nu doen, want mannen mogen het hier wel en ik niet. Ik doe het gewoon omdat ik op dat moment dat wil. Ja. Dus dan, De ex is een vrouw en je hebt nu helaas een man rijden. Ja. Hoe identificeer je jezelf? Ja. Identificeer je jezelf überhaupt? Ja, ik zei eerst dat het biseksueel. Voor mij had jij daar ook iets goed over gepost op de Instagram van Lomo. Of panseksueel of queer. Yeah. Ja, ik zeg meestal gewoon tegen mensen om me heen voor het gemak biseksueel. Want dat is een term die de meeste mensen wel kennen. Maar ik val niet alleen op cis vrouwen en cis mannen. Yeah. Dus dan zou ik toch eerder zeggen queer bijvoorbeeld. Dus maar biseksueel is denk ik een. Voor het gros van de mensen die weten wat het is. Dus ja, grappig. Ja, dat is inderdaad ook. Want ik kreeg toen ook die vraag van ben je dan niet eerder panseksueel omdat je op een persoon valt? Dat is wel zo. Maar als ik panseksueel zeg, dan snapt al helemaal niemand wat ik bedoel. Nee. Maar het is nog steeds wel goed misschien om dat meer te gebruiken. Om dat meer laat zien. Als ik even de tijd heb tegen vrienden of die weet het queer. Of tegen familie leg ik het wel uit. Maar als mensen het even zo hop vragen, dan zeg jij biseksueel. Ja. En je zei vanuit het koor was er ook best wel veel commentaar op. Dat je dan ook met vrouwen je seksualiteit ging onderzoeken. Ja, ik was toen ook al. Ik ging toen wel eens met vrouwen naar bed. Nou, niet vrouwen van het
ik hoor, want het is echt een hele heteronormatieve omgeving. Wow. En als ik dat dan zei van ja, jij was met vrouwen naar bed geweest, op de doelbaar is, ja, dan werd ik uitscholden van aandachtshoer. Crazy. Ja. Yeah. Ja. Ja, maar die vooroordelen die verstaan voor mijn gevoel ook nog best wel. Want ik weet niet of je dat ook hebt gehad, maar als ik dan zeg biseksueel, dan zeggen mensen snel: heb je wel eens een vriendin gehad? En dan denk ik, ja, maar betekent dat dan nu of ik al dan niet echt biseksueel ben voor jou? En de tweede vraag, heb je seks gehad met een vrouw? Ja, ik vind dat best wel heftig. Ja. Loop jij daar ook tegenaan? Dat mensen zo expliciet zijn? Ja, wel heel erg met vooroordelen. Yeah. Ja, ik heb het juist nu, want ik ben eigenlijk de afgelopen 5 jaar heb ik alleen relaties gehad met vrouwen. En nu ben ik dan voor het eerst met een man sinds best wel. Ik heb het daar tussendoor nog wel eens, maar niet relaties. Dat was eigenlijk alleen met vrouwen. En nu heb ik juist dat ik me dan wel soms veroordeeld voel dat ik weer met een man ben. Als ik me daarvoor moet verantwoorden. Yeah. Maar zoveel vooroordelen over biseksualiteit. Yeah. Toen ik met een vrouw was. Oh ja, wat ik nu dan hoor is van. Oh ja, ja, ik laatst zei een best wel goede vriendin, die ik al lang ken, zei. Ja, ja, ik wist wel dat het de fase was met vrouwen. Toen oh my god. Toen had ik zei, maar dat is niet zo. Nee. Of ben nu niet weer hetero of zo? Nee, helemaal niet. Ja, en maak je daar dan wel zorgen over dat je denkt, ja, dan ben ik een biseksuele jonge vrouw in de politiek? Ja, mijn vriend is dan ook transgender, dus dat is ook nog wel daarmee een soort van extra onbegrepen, denk ik. Ja. Maar dat is eigenlijk ook wel wat ik belangrijk vind. Dus ondanks dat ik dat zelf spannend vind en soms ook lastig vind, om het juist te normaliseren. Want ik denk dat nu zien we heel veel voorbeelden van mensen die ontzettend zeker in hun seksualiteit staan. Dat is denk ik ook heel goed. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar niet zo zeker van zijn. En die moeten ook misschien iets meer gezicht krijgen of zo. Ja. Dus nou ja, dan zie ik daar maar een rol in voor mezelf. Maar ja. Ja. Ik blijf dat wel een beetje lastig vinden. Ja. Dat is echt belangrijk hoor. Gewoon representatie. Als ik kijk naar wanneer ik. Toen wist ik eigenlijk al dat ik ook op vrouwen viel. Maar de eerste persoon die ik zag op televisie of op beeld, dat was Piper Chapman. Yeah. Uit de Orange is the New Black. Een Netflix serie. Waarom ik me niet echt kon identificeren. Want die was in Amerika, zat in de gevangenis. En dat was dan dat ik dacht, oh ja, maar die representatie kwam eigenlijk te laat. Want toen wist ik eigenlijk al van vrouwen. Yeah. Want hoe raar dat ik niet in mijn tienerjaren een biseksueel personage of persoon ergens. Ja, het brak nog steeds natuurlijk. Verandert wel een beetje. Ja, maar toen ik een meisje leuk vond, toen dacht ik ook, oh, ik ben dus gay. Ja. Ik wist ook niet dat het. En toen daarna vond ik een jongen leuk en dacht ik, oh, dus het was een fase. Ja. ik had geen idee. Ja. Dat vond ik ook wel mooi dat je dan schrijft als op krabben van dat vrouwen dat best wel onder elkaar ook doen. En zijn er nou tips? Ik merk zelf doordat je dit aan het lezen bent dat je ook al wat anders weet te reageren. Of in ieder geval dat als ik dan het gedrag bij mezelf herken, dat ik me een beetje jaloers van ze voelen naar een andere vrouw. Dat ik denk, oh, eigenlijk had ik daar moeten staan, shit, ik heb iets gemist of zo. Dat ik ook dan even denk, oké, via de check. Dit is alleen maar heel chill, tof. Ik stuur even een berichtje van, hey, zet hem op, lekker bezig. Ja. Heb je tips voor meiden van hoe ze dat gedrag kunnen herkennen of hoe ze het kunnen verbeteren? Ja, ik denk het wel. Nou ja, dat vind ik altijd een beetje een suf antwoord. Maar je bewustzijn van die gedachten, dat is wel alles. Want elke keer, dat is het fijne aan vooroordelen of aan iets waar herhaling aan kleeft. Elke keer dat gebeurt, kan je het doorbreken. Yeah. Dus, en elkaar erop aanspreken werkt ook heel goed. Maar ik denk bijvoorbeeld. Vorige week stond ik op de Noordermarkt en toen stonden er een paar vrouwen en ze leken allemaal precies op elkaar, hadden allemaal hetzelfde aan. Nou, helemaal prima natuurlijk. Ik vind het onorigineel, dat mag ik vinden, dat vind ik niet per se krabben. Maar wat ik zei was tegen mijn partner, jezus, zij lijken allemaal zo erg op elkaar. Ik zei mijn partner, hè? Maar wat onaardig. En nou ja, hij sprak mij daarop aan en toen dacht ik, wow, wat een rotopmerking van mezelf. Het ging om de toon waarop ik het zei. Yeah. Van, ik krapte hun eigenlijk. Yeah. En nu zou ik dus de volgende keer dat ik misschien zo'n groep vrouwen zie staan die allemaal hetzelfde of helemaal op elkaar lijken in mijn beeld, dat zou ik dat misschien minder snel doen, omdat ik me nu bewust ben daarvan. Yeah. Wat me net opviel, vrouwen houden zichzelf ook klein, vaak.
Dus wat wij net deden voor het gesprek was dat jij tegen mij zei, ja, jij weet waarschijnlijk veel meer feminisme, dus van feministen, want ik vind het spannend. Ik zei vanochtend tegen mijn partner, ja, straks gaat ze allemaal moeilijk vragen stellen over politiek, ja, ja, ja. Terwijl, ja. Dus wat wij doen, wij houden onszelf klein. Terwijl, hallo, we zijn hier niet voor niks. En jij weet misschien meer van dit. En ik van dit, nou prima. Ja. We kunnen van elkaar leren. Dus jezelf klein houden. Ja, zo komen we ook nooit uit de mand. Nee. Nou ja, wat ik dan, als ik het dan betrek op het boek, dan zou ik zeggen, support elkaar. Want we houden, omdat we elkaar krabben, houden we elkaar klein. En blijven we klein. En als je een andere vrouw niet uit de mand laat, kan zij de rest er ook niet uittrekken, zeg maar. Dus ik zou zeggen, echt, het helpt zo erg als je voor elkaar opkomt en achter iemand gaat staan. Hoe fijn dat ik het gevonden in mijn korte tijd als een andere vrouw was opgestaan en zegt, nou, ik voelde me heel eenzaam omdat ik in mijn eentje dat statement maakte. Ik had het zo cool gevonden als er meerdere vrouwen die met mijn statement eens waren hadden gezegd, nou ja, wij vinden dit wel. Wij gaan ook op een bord. Precies, of in ieder geval dat mij hadden laten weten of, ja, dus ja. Als ik betrek op mijn boek, kom voor elkaar op. Of vallen elkaar in ieder geval niet af. Yeah. En ik vind het ook wel belangrijk, sisterhood betekent voor mij helemaal niet dat je niet kritisch op elkaar moet zijn. Dat je elke vrouw maar moet supporten omdat ze vrouw is. Yeah. Helemaal niet. Ik vind kritisch zijn juist ook goed, maar val elkaar niet onnodig af. Yeah. Dat, ja. Supermooi. Dankjewel. Nou, jij thanks. Superleuk dat je gekeken hebt naar Stappen met Kar. Ik vond het super inspirerend om te spreken met Milou over activisme en waarom dat belangrijk is. En over sisterhood en wat dat kan betekenen voor vrouwen onder elkaar. De komende tijd ga ik dit vaker doen, namelijk een rondje wandelen met mensen die mij inspireren in mijn weg naar de kamer. Blijf me dus vooral volgen. Stappen met Kar.